Hey iedereen, welkom bij Vlogmas dag 5. Het is vandaag zondag 5 december. Ik en Elvin zijn net wakker. Ik heb me net alvast aangekleed, een beetje opgefrist en dadelijk gaan we lekker wat eten. Vandaag staat op de planning tot dus Liv en Eden Sinterklaas komen halen hier bij de ouders van Elvin thuis. Dus daar heb ik super veel zin in. Gewoon lekker gezellig, oldschool Sinterklaas. Dus dat eigenlijk. Voor de rest is het denk ik gewoon echt een lazy, chille zondag. Het is heel druilerig weer. Dus ik denk ook niet echt dat we iets gaan doen voor de rest van de dag. Maar moest het zo zijn, ja. Jullie zullen het vanzelf wel eens zien in de vlog. En morgen ga ik naar Keulen. Super, super veel zin in. Echt helemaal leuk, naar de kerstmarkt, fijn shoppen, dus dan neem ik jullie uiteraard ook weer mee. Maar dit is de chille zondagplanning voor vandaag. Ja, die is al bezig. Ja, kom. Lieve van een vrouw. Haar krullen. Ik heb een borstel in mijn haar. Dit is echt een workout gewoon. Hè. Ik krijg zo'n kramp altijd van dit te doen. Hè. Ik snap het niet. Ik fitness 3 keer in de week en dan hoezo vind ik dit dan vermoeiend? 3 keer met een kapper jij? Nooit. Zo, mijn make-up is gedaan, mijn haar heb ik nog wat extra bijgekruld. En ik ga nu eventjes met Elvin naar de winkel, want we moeten nog wat dingetjes voor zijn mama gaan halen. En jullie hebben mij ook net leuke cadeautjes zien inpakken, dat was voor de 2 kinderen. Dus ja, superleuk. En we zitten in de auto met Elvin. Yep. We gaan naar de Albert Heijn. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig? Of gewoon 1 ding? Paneermeel. Oké, dat was het. En ik ben benieuwd of we naar de winkel kunnen gaan zonder nog iets anders mee te nemen dan paneermeel. Want ik weet als mama naar de winkel gaat, ik moet 1 ding hebben. En dan neemt ze ook geen zak mee, geen winkelkar. En dan komt ze naar buiten met zo van alles onder haar armen. Omdat ze uiteindelijk dus nog meer dingen nodig had. Dus we gaan het zien. Wat denken jullie? Ik wil dat jullie nu de vlog op pauze zetten. Een reactie achterlaten. Of we alleen paneermeel gekocht hebben. Of nog iets anders. En niet vals spelen. Ja?
dansen. Ieder jaar maakt Spotify jouw persoonlijke hele overzicht met je favoriete liedjes, met je favoriete beluisterde artiesten. En het leek me leuk om dat met jullie te delen. Helaas kan ik het niet laten horen, want dan heb ik auteursrechten met YouTube. Dus ik ga het voorlezen in de mate wat zeg maar belangrijk is. Openingsnummer van mijn soundtrack van een film zou zijn Animals van Maroon 5. Die heb ik blijkbaar afgelopen jaar heel veel geluisterd. Het nummer tijdens mijn liefdesverklaring is Devil Eyes van Hippie Sabotage. Het nummer terwijl je in een danswedstrijd opneemt tegen je grootste concurrent is Feel So Close van Calvin Harris. En bij dat liedje moet ik altijd aan de Vampire Diaries denken. Voor degenen die de Vampire Diaries gezien hebben, altijd als je dat liedje hoort kan je niet anders dan aan die serie denken. Ik heb 7392 minuten geluisterd. Dat is meer dan 56% van de andere luisteraars in België. En het valt echt mee, want ik heb mensen wat veel meer minuten luisteren. Ik had 31.000 nu. Ja, zit je 11 of wat? Ja, ik weet niet meer. Mijn favoriete nummer was dus Maroon 5. Ik heb die 32 keer afgespeeld. Wat best meevalt eigenlijk. Ik ben niet iemand wat dagelijks naar Spotify luistert, omdat in de gym staat gewoon altijd goede muziek op naar mijn smaak. Dus ik spoor bijna nooit met oortjes. En zo thuis luister ik ook niet super vaak. Het is meestal echt als we 's avonds aan het rijden zijn. Dus bij mij vallen de aantal geluisterde minuten echt wel mee. Favoriete nummers waren op 1, ja, Animals van Maroon 5, waar ik echt vanuit de lucht kon ballen, dat mijn favoriete nummer was. Feel So Close van Calvin Harris op 2. Op nummer 3, No Lie van Sean Paul en Dua Lipa. Nummer 4, 501. En nummer 5, Miss Independent van Nio. Ik ben ook echt iemand wat zo van die old school, goede R&B muziek luistert. Dus er zit vaak bij mij oude muziek tussen. Spotify heeft dit jaar ook je audio aura. En mijn aura van dit jaar was... Ja, ik heb deze Wrapped al gezien, dus het is voor mij geen verrassing meer. Maar het leek me leuk om dat te delen in de vlog. Mijn audio aura is zelfverzekerd en neerslachtig. En dat zijn echt mijn twee uiterste moods wat ik kan hebben. Ik kan of heel zelfzeker zijn, of gewoon broke as hell. En gewoon zo sad. En ja, dus mijn aura klopt volledig. En Elvin kan dat bevestigen. Tot ik of heel zelfzeker ben of gewoon het tegenovergestelde. Ik heb naar 30 verschillende genres geluisterd. Top genres waren... Dancepop, Nederlandse hiphop, poprap, dancehall en deep house. Zoals je merkt, luister ik wel van alles wat. Er was één podcast die jou het hele jaar bezig hield.
En dat was of course Landscape. Landscape is ook een YouTuber, Lanette. Ik volg haar al echt sinds ik zelf nog super jong ben. En zij heeft sinds kort ook een podcast. Ja, die heb ik echt super veel geluisterd. Ik heb in totaal 335 minuten naar 13 afleveringen geluisterd. Dus ja, dat was mijn favoriete podcast. En daar is... Oh, wauw. Ja, weer een huis. Alles van een film. Oh ja, weer een huis wat echt super mooi. Nee. Wow. Vol licht. Dat was echt mooi. Ja, ik ga niet filmen, want het is gewoon een huis van iemand anders. Ik heb naar 469 verschillende artiesten geluisterd, maar met één artiest ben je een stap verder gegaan. Black Eyed Peas was jouw topartiest. Je stond dit jaar in de top 5% van alle luisteraars. Terwijl Black Eyed Peas echt een groep is van zo lang geleden. Je hebt in totaal 202 minuten naar deze artiest geluisterd en kon maar geen genoeg krijgen van Girl Like Me. Dat is met Shakira. Ah, ja. Dat was echt lekker vals. Mijn favoriete artiesten waren op 1 Black Eyed Peas, wat ik dan heel gek vind tot mijn meest beluisterde nummer Maroon 5 was. Dan op nummer 2 Billie Eilish, of course. Still love Billie Eilish. Nummer 3 Sean Paul. Nummer 4 Aya Nakamura, die van Jaja. En nummer 5 50 Cent. Meet je vaak luister ik wel niet 50 cent. Dat moet ik toch niet. In de auto altijd. En dat was mijn Spotify Wrapped. Ja, ik vond het echt super leuk. En ik ga ook eens naar die lijst kijken wat ze dan voor mij gemaakt hebben. Dat vind ik wel echt tof om te zien. Dus dit was mijn van dit jaar. Ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. En Elvin ook. Ja. En het is tijd voor chocolade nummer 5. En ik heb de smaak melkchocolade en mijn opdracht, of ja, de tekst van vandaag is: in 2005 kiezen we ervoor om onze eerste melkreep te verpakken in een rode wikkel, omdat we deze het beste vinden passen bij onze alarmerende boodschap. Ja, ik denk dus echt dat ik nooit opdrachten ga krijgen en het altijd voor Elfie gaat zijn. Ik ben dus ondertussen terug thuis. Ik heb lekker gedoucht, mijn pyjama aangedaan. En ik, mijn mama en mijn zus gaan de eerste kerstfilm kijken van het jaar. En dat wordt... Love Heart. Het gaat over een schrijfster reist 5000 kilometer om met kerst de man te verrassen die ze op een dating app heeft ontmoet en ontdekt dat ze is genept. Dus gecatfished waarschijnlijk. Ik ben heel benieuwd naar de film. Dus ja, officieel de eerste kerstfilm van het jaar. En met deze ga ik ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem vandaag weer leuk vonden. Want morgen moeten we wel ook vroeg opstaan, want we gaan naar Keulen. Wat ik echt al heel vaak herhaald heb. Vergeet je niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. Vergeet ook zeker niet op het belletje te drukken om altijd een melding te krijgen als de vlog online staat. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!